loopt het rennerskwartier eerder vol dan op andere circuits. De Asser TT is populair, niet alleen bij het Nederlandse publiek, ook bij de renners en hun begeleiding. Ook bij de vaak opvallend mooie supporters. Uit alle delen van Europa komen de rijders naar Assen, alle bekende merken zijn vertegenwoordigd. Er zijn op Assen enkele duizenden mensen meer dan anders. Tienduizenden Nederlanders hopen op Nederlandse successen, hopen op prolongatie van Aal Toursens overwinningenreeks. In Nederlandse coureurskringen heerst echter onzekerheid. De Yamati van Lodewijks is ineens dat beetje extra vermogen kwijt dat hij een week eerder in Zandvoort toonde. De nieuwe zespakskrijter voor Aal Toursens moet harder gaan dan de machine met vijf versnellingen, maar dat doet hij alleen bij Kuren. Aalt besluit daarom op de minder snelle, maar vertrouwde vijfbaks te stappen, waarmee hij de eerste drie Grand Prix wedstrijden won. En het ergste, de derby van Nieto, toonde zich het allersnelste tijdens de training. Maar wat weten de muzikanten en het publiek van die zorg? Aan de start staan op de eerste rij Jan de Vries, Aal Toursens, nog naast Nieto, daarachter Lodewijks. Barry Smith en Martin Meijwaard, de tweede Yamati-rijder. Zal Nieto in het hol van de Nederlandse leeuw revanche nemen op de smadelijke nederlaag in eigen Spaans huis? Nog enkele ogenblikken en dan kunnen we het zien gebeuren. Nog 30 seconden. Er zijn maar weinig Asser nachtgangers die nu niet wakker zijn. Bij de eerste doorkomst rijdt Jan de Vries aan de kop van het lint. In zijn slipstream Aal Toursens. Maar de derbies van Nieto en Smith liggen al op de loer. Bij de tweede doorkomst is Jan de Vries nog eerste. Maar Aalt is door Nieto van de tweede plaats verdrongen. Dan blijkt Nieto op zijn derby aan kop te liggen met Jan de Vries op de tweede plaats. Yamati-rijder Martin Meijwaard valt uit. Nieto vergroot zijn voorsprong op Barry Smith en Jan de Vries. Nieto neemt steeds meer afstand. Op de tribunes begint de teleurstelling. Aal Toursens is kansloos achter Smith en Jan de Vries. Onvoorstelbaar hard gaat de eerzuchtige Spanjaard Angel Nieto. 22 seconden voorsprong in 4 ronden. Dit wordt zijn race. Dat dacht hij. Een veertje van de onderbreker gaf er de brui aan. Barry Smith ligt dan met zijn derby aan de leiding voor Jan de Vries, die als de pits hem zijn tweede plaats doorgeeft, alles of niets gaat rijden. Te vergeefs. Barry Smith gaat als eerste door de finish. Daarna Jan de Vries, dan Aal Toursens, gevolgd door de sterk teruggekomen Paul Lodewijks. Drie Nederlanders bij de eerste vier, maar toch geklopt in eigen huis door de sympathieke Australiër Barry Smith. De eerste zegenkrans in dit seizoen voor Derby. De eerste van een serie.